Dit is mijn dochter Shakira. En dit is mijn moeder Marjolein. Als spoordeelduo gaan we de komende maanden spoordeeluitjes testen. Omdat ik nu in Den Haag woon, zien we elkaar veel minder. En daarom is het extra leuk als we samen op pad kunnen gaan. En deze maand waren we in... Haarlem! Het is een hele gezellige stad, een warme stad. Warme stad, ja. Maar dat komt omdat er zoveel oude dingen zijn, denk ik. En een heel mooi oud station. Maar je moet er echt op letten, want je moet gewoon naar boven kijken. Want dan zie je dat dak bijvoorbeeld. Ja. Leuk, die grachten hier. Zie je dat? Weet je dat er heel veel schilders vandaan komen? Ja, mijn moeder die zorgt ervoor dat ze helemaal is voorbereid. Deze kerk heeft Mozart gespeeld. De Mozart, hè? En wij moeten ook altijd verplicht luisteren. Kijk, en dat is vroeger een rechtbank, want daar staat zo'n beeld. Het is een Nederlands hervormde kerk, hè? Die hebben gewoon allemaal stoelen. Ja, dit. Ja, dat is leuk. En dan ga je het nooit meer vergeten. Smakelijk. Kom, naar de winkels. Glamorous. Je hebt heel veel commerciële winkels, maar je hebt ook echt heel veel boutiquejes. Ja. Oh ja. Het is leuk. Maar we hebben wel een hele leuke dag gehad, hè? Hele leuke dag. Ja, Haarlem is zeker de moeite waard. Ja. Op naar de volgende. Doei. Oh ja.